Ik ben Brecht Kapon, 28 jaar, rechterverdediger. Na 3 jaar Club Brugge en 6 jaar bij KV Kortrijk, komt er als echte Oostendenaar thuis bij KVO. De aanpassing is vrij makkelijk geweest. Ik had er wat schrik voor in het begin wel. Omdat ik toch iemand ben die graag zijn gewoontes heeft en zich moeilijk ergens anders gaat begeven dan zijn vaste kring. Daar is Brecht Kapon, 3 goals dus vorige week. Daar is hij, Brecht Kapon, doet hij het weer. Ja, het is zijn 4e van het seizoen. Het is zijn 4e toekoer voor KV Oostende. Ik voelde dat het leefde. Het was de match van het jaar, Oostende voor Europees voetbal. Dus ja, ik denk dat het aan de beelden ook aan zit, de supporters. Het was hier echt heksketel. Memorabel. En Brechtje Kapon, nou, het wordt leuk om hem nog eens te zien. In ver vervlogen tijden, een aanvaller. The rebirth of or birth of a new striker in this moment, this was then Brecht Kapon. Ja, nee, vroeg van wat gaan we doen, een spits. Ik zeg ja, zeker. Dus, ik kan niet ontkennen dat dat extra deugd doet, zo'n doelpuntje. Brecht Kapon voor 3, Brecht Kapon voor 3, jawel. Nee, de cirkel zal rond zijn als ik hier met KVO een mooie ding kan laten zien en dat we samen een keer kunnen proeven van die play-off 1 of een keer een bekerfinaal kunnen spelen of winnen dan het liefst. Dan kan ik misschien zeggen dat de cirkel rond is, maar dat is nu nog iets te vroeg. KVO zonder Brecht Kapon, dat is zoals? Een taart zonder aardbei. It's like bread without butter. Hoewel er wel wat hoogtepunten geweest zijn met enkele doelpunten dan, die hat-trick dan ook voor Oostende. In een memorabele match in 2017 tegen Sporting Charleroi beleefde Brecht een van zijn sportieve hoogtepunten bij KVO. Hij scoorde als rechtsachter een hat-trick. Sindsdien is zijn bijnaam Brechtrick. Kapon, hij voor zijn 2e, Kapon, jawel! Kapon, Brecht Kapon voor 3, Brecht Kapon voor 3, jawel! Ja, het is een mooie constante carrière met toch wel enkele positieve uitschieters. Hetgeen dat natuurlijk ontbreekt is dan een prijs. Hè. 2 verloren beekfinals. 1 met Kortrijk en 1 met Oostende die nog zwaar op de maag liggen, allebei. Maar ik zeg het, vind ze maar eens de spelers die niet bij de G5-club gezien hebben, die 5 keer play-off 1 halen. Zoveel niet vinden, denk ik.